Tompie, 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 Tompie. Oh, ben u daar alweer? Bij aflevering 2. Nou, wat heerlijk. Ik zou heel graag lang tegen u willen praten, maar ik hou het kort, 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 kort. Want ik heb een beetje haast vandaag. Het is een hele feestelijke dag. En vandaar dat ik ook nu even de vlag uit ga hangen. Want hij komt, hij komt, hij komt, hij komt, hij komt! Ja, zo. Nou, hupsakee. Ik zou zeggen, ga lekker onderuit even zitten. Blijf u rustig. En dan ga ik voor de rest van de uitzending zorgen dat u er geen drukte aan hebt. Maar nou moet ik even door, want ik ga me opwachten. Loop u lekker mee? Ik zou zeggen, gooi de trossen maar los! Welkom bij Mark. Oh, daar is die. Is die. Lieverd, Ivy! Lieverd, ben je daar? Hi, lieverd. Ik heb allemaal dit voor jou gekocht. Heel boos, omdat je toch het gevoel hebt dat, of dat je thuis bent. Hoe vind je dat nou? Ja. Oh, dit is leuk. Dit is leuk. Ik vind het heel fijn dat je er bent. Ja. Oh, ja. Nou, u ziet het, hij is gearriveerd. En ik denk, ik ga hem even rondleiden over het schip. Maar dat is voor u misschien minder interessant. En dat wij ook even een moment voor ons eigen hebben, dacht ik. Misschien is het fijn als u even gaat kijken naar wat ik allemaal heb gedaan van de week. Dan ben ik zo weer bij u terug. Kom, uit de kamer. U denkt natuurlijk, waar is die vrouw nou in naartoe? Nou, dat zou ik ook denken als ik u was, maar ik zal het even uitleggen. Kijk, dit is het gebouw van Humanitas. En Humanitas is een fantastische organisatie die heel veel projecten heeft, waarbij ze dingen voor andere mensen doen. En daar zoeken ze altijd nog vrijwilligers voor. Verder zeg ik niks. En ik heb een afspraak met Rob, want Rob die zit in een project, die is coördinatorleider van het project met ex-gedetineerden. Stoute mensen die afgestraft zijn en nou het goede pad weer gaan bewandelen. Je gaat dus echt naar boeven en criminelen ga je. Ja, mee. Ja. En, klopt. Vind je dat niet eng? Nee. Nee, ik zou niet weten waarom ik het eng zou vinden. Ik wil ze alleen mij helpen en dat weten ze over het algemeen ook. Misschien vinden zij het wel spannender om met mij in contact te komen. Dat zou zomaar kunnen. Ze melden zichzelf aan, het is een vrijwillig traject. Dus ze zijn niet verplicht om hier te komen. Maar als mensen graag geholpen willen worden om de boel weer op de rit te krijgen. En wanneer je uit detentie komt, is dat best wel veel. Hoe langer je hebt gezeten, hoe meer troep er is op te ruimen, zeg maar. Loopt een uitkering door, als je in de gevangenis? Nee. Als je korte tijd in detentie komt, dan kan bijvoorbeeld wel, als je een huurwoning hebt, de huur doorbetaald worden, maar dat is slechts voor een aantal maanden. Maar een uitkering wordt meteen gestopt zodra je in detentie komt. Wanneer mensen bijvoorbeeld in detentie zitten en ze worden niet ingeschreven in de PI waar ze zitten, en ze zitten langere tijd, dan worden ze ook automatisch uit de basisadministratie geschreven. Maar ben je dan statusloos? Ga je helemaal uit het Nederlandse systeem? Je wordt als vertrokken word je in het systeem gezet. Dus dat zeker met de mensen die natuurlijk in het buitenland hebben gezeten. We hebben ook mensen die een Rotterdam-binding hebben, maar in het buitenland hebben gezeten. Ja, die kunnen uitgeschreven zijn als vertrokken. En nadat ze weer terugkomen en de straf hebben uitgezeten, dan moet dat weer opnieuw opgezet worden. Die hervestiging, dat duurt vaak een week of 5. Dat is best wel lang. En in die tijd hebben die mensen geen dak boven het hoofd, geen inkomen, helemaal niks. We gaan het niet allemaal doen voor de mensen, maar we gaan juist de mensen ondersteunen om het zelf te doen. Werkt het volgens jou, mensen vastzetten in een gevangenis? Poeh. Niet voor iedereen, maar voor een groot gedeelte merk ik wel dat het werkt. De mensen die wij begeleiden, zei ik al, die kiezen er zelf voor om geholpen te worden. En daar merk je wel dat ze echt niet meer terug willen. Dat is ook een van de eerste dingen die ze zeggen wanneer er een intake is van ja, ik wil niet meer
hier terug. Als je daar werkelijk vrijwilliger wordt, ga je dan daadwerkelijk naar de gevangenis om met deze mensen te praten? Ja. Ga je naar binnen? Ja, je gaat ook naar binnen inderdaad. En dat gaat de eerste keer met jou samen of met iemand uit het project samen? En klopt. Daarna moet je het zelf door gaan zetten? Uiteindelijk ga je het zelf doen, ja. Ja. Spannend hoor. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik vind het best zwaar klinken allemaal, hè? Wat een problematiek is er toch in de wereld. En ik betrap mijn eigen dan ook op mijn eigen vooroordelen. Zo is het dan maar weer. En misschien denkt u wel bij uw eigen. Ik zou ook wel vrijwilligerswerk willen doen. Maar dit ga ik niet aan. Dat is veel te ingewikkeld voor mij. Het is veel te zwaar. Daar heb ik allemaal geen zin in. Nou, dan kan ik u vertellen. Het hoeft niet zwaar te zijn hoor. Je kan het namelijk ook op een andere manier doen. Kijk maar. Jij bent bijna leeg. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Je moet wel... Op jouw leeftijd moet je doordrinken. Kijk, dan zie je toch dat ze de oorlog nog hebben meegemaakt. Want ik moest zo'n fles helemaal omkeren, want er zit nog in. Tot de laatste druppel, hè, willen ze. Maar, heb je wat te drinken al? Ja, koppeltje, gewoon koppeltje. Word je geen wijntje lekker? Nee, ik drink geen wijn. Oh. Laat je alles lopen heel de dag? Ik spaar, hoor. Ja, spaar. Met afwassen, want ja, weet je, we moeten echt verder gaan. Oh, tuurlijk wil ik helpen met afwassen. Ja, zal ik even voor je afwassen? Ja, prima. Ik ga even afwassen, want jullie maken er een zootje van. Nou, fijn dat je even wil helpen hoor. Graag gedaan. Hè. Maar nou zeg ik wel Bob tegen jou, maar je wil natuurlijk niet herkenbaar in beeld. Nee, liever niet. Dus kan ik jou dan wel gewoon Bob noemen, Bob? Of moet ik eigenlijk ook een andere naam voor jou? Jean-Pierre. Dat klinkt heel solide. Ja, echt een hele leuke naam voor jou. Ik ben een ex-gedetineerde. Dat klopt. Ja, dus dat is eigenlijk een boef. Heb je vaker dan één keer vastgezeten? Helaas wel. Oh, echt waar? Ja. Hoe vaak? In totaal 5 keer. Hoeveel? 5 keer. 5 keer. Hoe is het nou in zo'n gevangenis? Want mensen hebben daar natuurlijk wel een idee van. En als je er wel eens met mensen over praat, dan hoor je ze natuurlijk wel eens zeggen, oh, die in de gevangenis, het is net een hotel en ze doen het erom. Ze hebben televisie en een lekkere eigen kamer en ze kunnen douchen wanneer ze willen. En er is een sportclub en ze krijgen lekker te eten en te drinken. Het allerbelangrijkste is het niet meer voor jezelf mogen en kunnen denken. Dus alle besluitvorming die is uit jouw handen genomen. Je bent eigenlijk rechteloos. Dus, en dat is een grote frustratie bij heel veel mensen. En dat voel je ook wel echt zo? Dat voel je echt zo. Daar ben je wel continu van bewust als je daar zit? Ja, ja. Bijna iedere ziekte, maakt niet uit hoe ernstig die is, wordt vaak afgedaan met een paracetamol. En wel een paar dagen binnen blijven. Exact, exact, ja. Zijn ze lief voor elkaar, de mensen? Ja, lief is een heel groot woord. Is het zoiets van, we zitten met z'n allen in hetzelfde schuikje? Laten we dat nee, het is wel ieder voor zich. Je gaat wel met bepaalde mensen om natuurlijk. Meestal de mensen met hetzelfde delictachtergrond. En je bouwt ook banden op, maar niemand is te vertrouwen. Maar zeg je nou dat, zeg maar, dat heb je delictgroepjes? Dus ja. Iedereen die iets gejat hebt, die gaan met elkaar optrekken. En iedereen die iets gemold hebt, gaat met elkaar optrekken. Het is wel weer een beetje gang uit die film. Ja, een soort van gilde, om het daarop te zeggen. Oh, een gilde, dat is ook mooi gezegd. De penitentiaire inrichting. Ben jij daar al lid van? Hey, en Jean-Pierre, zeg hoe vaak mag je nou bezoek? Je hebt eenmaal per week heb je een bezoek. En dat is dan afhankelijk van waar je zit, kan dat een uur of 2 uur zijn. Dat verschilt per instelling? Naarmate je langer zit, meer dan een jaar, dan heb je dus ook recht op BZT. Wat is BZT? Dat is bezoek zonder toezicht. Dan, oh. Dan kan je dus met je partner, je vrouw, vriendin, heb je 2 uur de tijd om in een kamer zonder bewarers en toezicht te zitten. Maar ja, je hebt daar een tijdje gezeten natuurlijk in die baaiers, al een paar keer, want het is een soort... Ja, ik heb het natuurlijk al eens eerder over de draaideurenproblematiek gehad met de illegale. Maar dit is ook een soort draaideurenproblematiek, maar... Want hij komt los en dan krijgt hij geen hulp. En dan vervalt hij natuurlijk weer in zijn oude gedrag. En voor je het weet zit hij gewoon weer vast. En zo ging het 4 keer. En dan zit hij in zo'n cel en toen hij het daarover had, ik kreeg er helemaal benauwd van. En weet je waar ik aan moest denken? Weet je waar ik aan moest denken? Aan jou. Aan jou. Ja, en weet je waarom? Ook dat bij mijn eigen, ja. Jij zit hier ook maar de hele dag in een soort van cel, opgesloten. Ja, wat is dat toch te zeuren over gevangenis? Nou,
Het is voor mij geen gevangenis. Ik kan eruit wanneer ik wil. Ik heb nog even een gaatje gevonden als ze nog een uurtje kan komen helpen. Ja, je moet het ze maar gunnen. Vanmorgen ben ik nog even bij de buren koffiewezen drinken. Ja, dan moet ik naar huis, want Maya staat zo voor de deur. Nou, ja, ik moet een wordfeut nog aanvullen. Zit er nog vier op een antwoord te wachten. Projecteert dat een beetje op mij, wat ze zelf voelt, volgens mij. Kijk, dan praat ik met zijn man. En terwijl ik me natuurlijk helemaal inleef in zijn wereld, denk ik bij mijn eigen, ja. Het ziet er anders uit, maar het is voor haar natuurlijk ook een soort van gevangenis. En dan heeft ze misschien wel drie kamers en een eigen badkamer, waarin ze niet gemengd hoeft te douchen. Maar ze zit hier maar wel de hele dag. Ik ben toch een beetje trots op mijn eigen, dat ik één keer in de week even bij de langs kom. Ma, zie ik je goed? Ja, hoor, ik amuseer me wel. Fijn, lieverd. Is toch heerlijk om te horen. Ze amuseert zich gewoon. Brengt toch leven in zo'n huis. Ja, ik moet uitkijken, want ik moet ook nog wat dadelijk even naar de buren. Als zij klaar is met de tuin. Hé, en Jean-Pierre, dan kom je eruit. Dan denk je, dit ga ik nooit meer doen. Ja. En dan gebeurt het toch. Ja. Kan dat nou? Komt ja, nou? Dat is situatie gerelateerd. Dat... Situatie gerelateerd? Ja, dat ligt echt aan de momentopname. En maar je voelt het is ook in... Oh shit, ik ga weer die kant op. Ja, wel en ook weer niet. Het is een soort ja, tweede natuur van je op een of andere manier. En je weet dat je fout bent bezig geweest. Je wil het eigenlijk niet meer. Maar... Ja, de impulsiviteit kan heel vaak een rol spelen natuurlijk. Nu ben je voor de vijfde keer los. Ja. Toch gezegd zo. Ja. Ga je het nou anders doen? Ja, zeer zeker. Hoe gaat dat dan nu? Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Of ga ik je binnenkort opzoeken met een taart? Dat hopen we van. Dat hopen we van niet. Met een vel erin. Nee, dat hopen we van niet. Nee, het is, ja, voor mij is het einde verhaal. Hoe gaat je dat lukken? Door beter in na te denken. En me ook niet meer laten te verleiden tot bepaalde dingen. Kijk, het is natuurlijk feitelijk zo, hè? Je bent gestraft. En eigenlijk moeten we dan vinden als mens, of dat zegt de wet, weet je bent gestraft, dus daarna is het ook klaar. Als je je straf uit hebt gezeten, dan heb je je straf gehad en gedaan. Zo zou het niet zijn. De maatschappij, nee. Die zegt natuurlijk, ja, nee, je bent fout en je blijft fout. Ja, net als de Duitsers. Juist, je wordt afgerekend. Je wordt afgerekend op wat er gebeurd is. En dat gaat pas werken. Na vrijlating. Helpt zo'n project hier, denk je? Van Humanitas zelf, ja. Humanitas op zich, die doen hele goede zaken. Ja? Dat is een van de weinigen die je echt serieus nemen. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat het vrijwilligerswerk is. Komt het goed met je? Het gaat zeker goed komen. Ja. Ook zeker. Fijn. Ik vond het heel fijn dat je zo openhartig met mij hierover wilde praten. Heel graag gedaan. Ik ga je afzoenen. Is goed. Ik moet weer door. Kom hier. Nee, even zo. Jean-Pierre. Dan kom je. Niet in beeld. Dankjewel. Dag lief. Love. Exciting and new. Come aboard. Kijk, hier heb je dus jouw territorium, lieverd. Kijk eens hier. Allemaal voor jou. Jouw kamertje. Hij, onze eigen stad zo heerlijk lekker aan onze voeten. Als je zo hier toch staat, dan zou je toch jaren naar kunnen kijken. Ik niet zo goed waarvoor dit is. Zie jij wat? Dieptemeting. Oh, het is dieptemeting. God, ben je toch een intelligente man, hè? Ik ben van de week ook nog bij Ma geweest, hè? Toen ben ik even bij Ma een bakje eten wezen brengen. En toen heb ik ook gelijk wel even tegen haar gezegd dat ze er niet op moet rekenen dat je gelijk ook langskomt, hoor. Want ik zei, jij moet eerst natuurlijk wel, moet je even wennen aan dat hij weer terug is. En ik wil hem de boot laten zien, want misschien dat hij hier wel wil blijven. Vond maar een goed idee. Dus ik dacht, het is voor jou ook fijner, liever, dat je niet gelijk verplicht voelt om direct naar haar toe te gaan. Dat is toch fijn, hè? Hé, lieverd. Huip. Huipie. Hype.
Lieverd, vond je het wat? Vind je het niet een bijzonder schip? Want ik dacht, als ik jou hier nou rondleid, heb jij misschien het gevoel of dat je dan toch lekker thuis, zeg maar, en dat je dan misschien, huipie, dat je dan misschien wel langer gewoon met mij hier een beetje in Rotterdam wil blijven, lijkt het zo, hè? Danik! Mijn glas is lek! En een kleintje voor de grote man, zeg maar. Oh, kijk, daar is ze. Oh, Danique, wat ben je toch snel? Wat ben je toch een vlotte vrouw, hè? Nee. Nou, dat heb ze van mij. Ik train ze tegenwoordig hier op de boot. Zal het eten zijn vader, als die hand daar staat. Op de liefde. En wat al die is meer? Fijn hoor, Rotterdam. Hey, fijn. Hoe is mijn ma? Je weet toch? Klaar en steunen. En veel leunen op mij. Oh, ben u er nog? Heel even liever. Ja, als u het niet erg vindt, dan ga ik nou even wat tijd voor mijn eieren nemen. En ik vind het fijn dat u gekeken hebt. En ik zou zeggen, kijk u na de zomer weer. Toent u dan weer in, lekker op Marja's wonderlijke wereldstad. Dan ben ik er weer voor u. Maar de komende maanden ga ik heel even van iets anders genieten. Nou, het kan. Ik zie u graag terug en bedankt voor het kijken. En ik zeg nog maar een keer, doe gewoon iets voor een ander. En als je niet weet wat, zeg elkaar dan een dag op straat. Gewoon, het is niet zo moeilijk. Je loopt rond en je zegt, dag lieve mensen! Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Ik vond het fijn dat u gekeken hebt. Tot na de zomer. Zwaai even naar de mensen.